Wat heeft het teamwerk het meest bevorderd is oog voor elkaar en echt openstaan. Wat je merkte is dat voor sommige mensen deden hun werk op hun eigen omgeving en anderen moesten juist uit hun comfortzone. En wat we nu terug hebben gehoord is dat als die mensen echt aandacht kregen en vragen mochten stellen, maar zich vooral welkom voelden, dat geeft eigenlijk een goed gevoel. Want dat is ook niet overal goed gegaan en dan gaat het moeilijker. En eigenlijk is er iets gebeurd, namelijk de coronacrisis. En je had geen betere teambuilding kunnen verzinnen met elkaar. Want de samenhorigheid en de manier waarop iedereen voor elkaar zorgt en heeft gezorgd, is eigenlijk al verbindend genoeg geweest in de afgelopen periode. En is ontzettend waardevol, ook voor de komende jaren in ons team. Ik heb afgelopen tijd teams gezien die ineens veranderden van samenstelling. Dat betekende enerzijds het gemis van sommige collega's, waar je heel erg op ingespeeld bent, die heel graag mag. En anderzijds kennis maken met nieuwe collega's, nieuwe dynamiek, op zoek naar elkaar, maar ook opnieuw leren van elkaar. En de dialoog met elkaar over enerzijds dat gemis, maar anderzijds ook dat het positieve kanten heeft dat zo'n team tijdelijk verandert, is heel waardevol voor een team, denk ik. En ook het faciliteren van wat heeft dan zo'n groep nodig. En in ons geval en ook in die afgelopen tijd zie je bijvoorbeeld de psychosociale zorg, die al heel erg op de afdelingen betrokken waren, die hebben we nu verder ingezet en dat is fantastisch geweest. Die hebben met de mensen teruggekomen zijn gesproken, hoe heb je het ervaren en met de teams weer bij elkaar gebracht. Hoe heb jij het ervaren in de COVID-fase, hoe heb jij het thuiswerken ervaren, hoe heb jij het op de afdeling, de bestaande afdeling ervaren en dat weer bij elkaar gebracht. Dus we moeten veel meer zorgen voor onze mensen, want dat is onze kracht. En als we dat goed neerzetten, ja, dan is die patiëntenzorg is gewoon top. Wat wil ik andere leidinggevenden meegeven voor teamwork is voor de leidinggevende is vooral loslaten. Het meest lastige is dat je toch in controle, dat je denkt dat het altijd snel moet, dat jij als je het overgeeft dat het dan te lang duurt, dat je daarom ja, je vertrouwt de ander zeker, maar je doet het in de praktijk niet. En dat is eigenlijk wat je moet leren, is dat er ongelooflijk veel goede ideeën zit, dat je mensen ook die ruimte moet geven, dat je mensen ook actief moet uitnodigen om mee te doen in de oplossing, maar uiteindelijk ook om het samen te doen als team. Ik zou andere leidinggevenden de overweging willen meegeven om doelen bij te stellen, mogelijk tijdelijk. Het is niks zo frustrerend als om met een team of alleen te werken aan iets waarvan je weet, dit ga ik niet halen. En andersom is het juist zo energiegevend om doelen wel te halen met elkaar en daar een feestje voor te vieren. In deze fase na de coronacrisis is het juist heel spannend om te zorgen dat iedereen alert en fris blijft op het werk. En dat betekent dat we daar nu heel veel aandacht voor moeten hebben. En dat kan op verschillende manieren, door juist ook de verbinding te zoeken met elkaar, juist nu elkaar op te zoeken of dat nou bij fysieke werkplekken langsgaan of digitaal is. Maar het gaat ook om mensen de gelegenheid te geven en ook te stimuleren om bijvoorbeeld vakantiedagen of vrije dagen op te nemen. Dat zijn de momenten dat ze kunnen herstellen, zodat ze met extra veel energie weer naar het Erasmus MC kunnen komen. De afgelopen maanden hebben we als medewerkers in de zorg behoorlijk onder druk gestaan. En al lijkt de crisis nu wat beter beheersbaar, die druk is daarmee nog niet voorbij. In het Erasmus MC zien we dat we de COVID-zorg aan het afschalen zijn, terwijl de reguliere zorg juist weer moet worden opgeschaald. Tegelijkertijd zien we dat veel medewerkers die tot nu toe thuis hebben gewerkt, weer naar het Erasmus MC komen en dat we voor de taak staan om met elkaar het nieuwe normaal in te richten. Vanuit het programma Hart voor het Erasmus MC besteden we in het drieluik voor leidinggevende vandaag aandacht aan zorg voor je team. En ik bespreek dat met Cynthia van der Starre, neonatoloog en medisch manager kwaliteit in Sofia. Cynthia, zorg voor je team, hoe belangrijk is dat? Teamwerk is sowieso natuurlijk de basis van eigenlijk alles wat er in de zorg gebeurt. Of dat nou in een solo huisartsenpraktijk is of in het ontzettend grote en mooie Erasmus waar wij dan werken. En dat teamwerk staat zeker in deze COVID-periode behoorlijk onder druk. Ja, dat maakt dat we ook denken dat je als teamleider, leidinggevende, directeur, manager meer aandacht zou moeten geven aan het goed houden of goed krijgen van dat teamwerk dan we eigenlijk gebruikelijk al doen. En wat zijn nou specifieke zaken waar een leidinggevende op kan letten bij het zorgen voor het team?
Ja, het begint eigenlijk met psychological safety of psychosociale veiligheid, zoals wij dat genoemd hebben. Waarin we zien dat wat we geleerd hebben uit andere industrieën, andere settings in de zorg, is dat binnen de werkomgeving moet het voor mensen veilig zijn om te kunnen meediscussiëren, vragen te kunnen laten stellen, andere opties aan te geven als jij denkt dat die er zijn en dat die ook het overwegen waard zijn, zonder dat je bang bent dat daar een negatieve reactie op komt. Die psychologische veiligheid, die basis voor teamwerk, een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor dat creëren en onderhouden ligt bij leidinggevenden. En dat zit hem ontzettend in voorbeeldfunctie. He, dus medewerkers die op je afkomen en zeggen van, goh, ik zie dit en dit gebeuren, maar volgens mij kan het misschien zus en zo beter. Er is niets zo funest als dan zeggen, ja, bedankt, daar hebben we al over nagedacht, dat kan hier niet. Of wat je ook best wel veel hoort van, nou, dat is 5 jaar geleden al geprobeerd, onmogelijk. Nee, als leidinggevende is het mooi en nuttig en behulpzaam voor het teamwerk uiteindelijk, als jij zorgt dat iedereen zich veilig en vrij voelt om die vragen te blijven stellen, om die kritische noot te zijn, om die andere opties en dergelijke aan te geven. Daarnaast zijn er eigenlijk op alle aspecten van teamwerk zoals we die kennen momenteel factoren die dat beïnvloeden. Bijvoorbeeld al informatiestromen. Teams die aan de slag moeten gaan op een klinische afdeling, kan iedereen zich voorstellen dat als je allerlei mengsels maakt van OK-personeel, IC-personeel, andere ondersteuners, anesthesisten, intensivisten, die kennen elkaar niet. Die hebben dus geen gezamenlijke manier van werken. Die zul je dus tevoren informatie moeten geven met, oké, hoe gaan we dit nu eigenlijk doen? Nou, als leidinggevende is het dan dus je taak om na te denken, oké, hoe breng ik eigenlijk die informatie naar mijn mensen? Hoe zorg ik dat die aankomt en hoe weet ik of het op de juiste manier aangekomen is? We kennen allemaal wel mailtjes waarvan je denkt, hè? Pardon, terwijl de toon eigenlijk heel anders bedoeld was. Informatie ook bijvoorbeeld gewoon praktisch op je werkplek. Als er nu ineens 1,5 meter overal tussen moet, hoe richt je dan die werkplekken in, zodat nog steeds mensen dat zien wat ze gelijk moeten zien? Een mooi voorbeeld was, kade 80 is gisteren of eergisteren weer opengegaan en ik loop naar binnen en ik loop gewoon mijn gebruikelijke route aan de verkeerde kant. Er staat een enorm rood bord met koffie haal je daar en eten haal je daar. Ja, ik zie het niet. He, dus ook dat, hoe richt je die omgeving in om te zorgen dat die informatie überhaupt binnenkomt? Communicatie is sowieso een ontzettend belangrijk iets in dat hele teamwerk. Teams die elkaar niet meer zien, omdat de helft thuis zit, zieken hebben, die zorgen hebben. Dus communicatie kan dan heel makkelijk verstoord raken. Ik heb zelf ervaren dat de mensen ineens heel korte lontjes hadden en dat opmerkingen die gewoon bedoeld waren, compleet verkeerd kunnen vallen. Dat zijn ook dingen waar je als leidinggevende het goede voorbeeld in geeft. Zorg dat je gesloten luscommunicatie houdt. Zorg dat je checkt of dingen goed aangekomen zijn. Want er is veel stress. En stress doet heel veel met mensen. We hebben al in de vorige webinars gehoord over wat het met individuen en leidinggevende zeker ook kan doen. Maar een team onder stress loopt heel veel risico dat het teamwerk daardoor onderuit gaat. Er is stress door alle zorgen die mensen zelf hebben. Er is stress doordat ineens dingen anders moeten. Je werkt op een plek waarvan je denkt, je werkt op je eigen plek, maar je bent de helft van je collega's kwijt. Hoe zorg je dan nog dat het lekker loopt? En die stress in die teams, die kun je dus helpen reduceren door dingen voorspelbaar te maken. Door ze bij wijze van spreken te laten oefenen. Ga gewoon kijken op die werkplek waar jij straks uitgeleend gaat worden, zeg maar. Of ga kijken naar, maak dingen zo standaard mogelijk. Hoe meer standaardisatie van alle processen, hoe makkelijker, hoe voorspelbaarder, hoe meer je dus stress van de reguliere dingen onder controle kan krijgen, hoe beter de stress die daar bovenop gaat komen, gehanteerd kan worden. Want in die groepen gebeurt ontzettend veel. He, dus de stemming in een team alleen al is enorm onder druk door, ze hebben het druk, het is zwaar, het is eng. Je maakt je zorgen over dat je door een patiënt of een collega besmet wordt en dat thuis meeneemt. Hoe gaat zo'n team er dan mee om als daar iemand tussen zit die alleen maar dat negatieve brengt?
Hoe doe je dat dan als de klagers elkaar vinden en de stemming in zo'n team, die misschien heel positief was van jongens, we zetten de schouders eronder, als die stemming dan verslechtert, ja, dan zul je daar iets mee moeten. Ik heb zelf ook op mijn afdeling ook gemerkt dat als je met een positieve goeiemorgen binnenkomt, dan voel je al die stemming bijdraaien, als het ware. Vinden mijn collega's misschien niet leuk dat ik dit nu zeg, dat ze niet zo'n goede stemming hadden, maar ja, dat gebeurt nou eenmaal af en toe. En het leiderschap in die teams op die afdelingen, en dan heb ik het dus niet over de leidinggevende zelf, maar bijvoorbeeld het informele leiderschap of er is een situatie die moet opgelost worden en iemand stapt naar voren. Dat zie je in deze tijden vaak juist heel erg bloeien. He, er zijn altijd mensen die naar voren stappen en zeggen oké, okay, yes, ik ga ervoor, ik ga dit doen. Nou, als leidinggevende zul je dus die mensen ook juist moeten helpen en ondersteunen en faciliteren en een feedback geven, goed gedaan of heel goed, maar de volgende keer kan je misschien beter zo, dat kan natuurlijk ook. De keerzijde van leiderschap is altijd volgerschap. En dan heb je het ook weer een beetje over die stemming. Hè? Dus hoe ga je om met mensen die zeggen, ja, geen zin in, is te zwaar, kunnen we niet, nee, er kan niet nog een patiënt bij, nee, we kunnen niet nog 10 COVID-testen doen. Ook dat volgerschap is weer iets waar die leidinggevende super relevant zijn in voorbeeldfunctie en in bespreekbaar maken. Dus hoe werkt dat in die groepen? Hoe gaat dat met beslissingen nemen? Hè? Als iemand die dan de leiding had over bijvoorbeeld een nachtdienst een beslissing gaat nemen en de dagdienst komt die zegt, nou, heb je dit nou ooit kunnen doen? Ja, dan zul je als leidinggevende daar iets mee moeten om te zorgen dat dat toch in goede banen blijft gaan. Ja, en bijvoorbeeld ook risico's. Hè? Dus hoe gaan de teams om met als er dingen niet goed gaan? Of als ze vermoeden dat dingen niet goed gaan. Dus bijvoorbeeld incidenten melden. Nou, we hebben gezien dat in deze hectische tijd incidentmelding een soort van onderaan het prioriteitenlijstje van iedereen komt. Wat natuurlijk ook logisch is. Maar er wordt wel nog steeds heel veel gesignaleerd over dingen waar we risico's nemen. Waar we even toch denken van ja, nou ja, nood breekt wet, ik doe het maar even zo. En dat is prima in de eerste acute hectische fase, zeg maar. Maar daarna kan je wel weer met elkaar als team en dus gefaciliteerd door je leidinggever eruit gaan zoeken van ja, maar oké, hoe kan dat nou volgende keer beter? Want vroeger deden we het zo, nu doen we het ineens zo. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus eigenlijk in al die aspecten van teamwerk zitten wel aanknopingspunten waar leidinggevenden een erg belangrijke rol kunnen spelen in ondersteunen van al dat teamwerk. En wat zijn praktische aandachtspunten voor leidinggevenden die voor hun team willen zorgen? In aansluiting op wat de vorige keren ook al gezegd is, begint dat met aandacht. Aandacht voor die teams en de mensen in die teams. Praktisch gezien zou ik zeggen, faciliteer dat de teams, en of dat nou een COVID-afdeling is, of dat nou het virologie-laboratorium is, of dat nou de genetica-poli is, maakt allemaal niet uit, door het hele huis. Faciliteer dat teams, als ze dat willen, bij elkaar komen. Dat ze met elkaar hun dag of hun dienst starten. Dat ze met elkaar het kunnen hebben over oké, wat staat ons te wachten? Hoe staan we daarin? Gaan er nog dingen gebeuren waarvan we denken, daar kunnen we ons nu al op voorbereiden? He, die stress omlaag brengen, die voorspelbaarheid verhogen. Dus een dagstart of een briefing, of maakt ons niet uit hoe je het noemt. En sluit dat dan ook af. Zorg ook dat ze dan na afloop van die dienst of van die dag of van wat dan ook weer bij elkaar komen en met elkaar evalueren. Nou, hoe was dat nou? Wat ging er goed? Wat kunnen we de volgende keer misschien anders doen? Dus daar zit een rol voor die leidinggevende om dat te faciliteren. Zorg dat ze elkaar kunnen treffen op een informele, veilige manier. Daarnaast zeggen wij altijd, zorg dat je als leidinggevende weet wie de cruciale mensen in je team zijn. De informele leiders, de clinical leaders, de stemmingbepalers. Want dat zijn de mensen die heel erg kunnen helpen om het teamwerk ten goede te keren. Om die stemming goed te houden, om die psychologische veiligheid goed te krijgen, dat iedereen zich ook durft uit te spreken. Dus dat zijn voor ons wel twee belangrijke aanknopingspunten. Dankjewel, Cynthia. Vitaal leiderschap komt niet vanzelf. We hebben geluisterd naar het belang van zorg voor jezelf, voor je medewerkers en voor je team. En wat ik als take-home message meeneem uit het verhaal van Cynthia is, zorg voor die psychosociale veiligheid in het team en faciliteer het team om eigenlijk in deze crisistijd
vanzelf tot bloei te komen en de capaciteiten aan te spreken die in dat team aanwezig zijn.